Wanneer u op 25 mei het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende politici op de kieslijsten. In Actua Kandidaat laten we u kennis maken met enkele opvallende kandidaten. Elke kandidaat krijgt daarbij de kans om zich aan de hand van een zelfgekozen voorwerp aan u voor te stellen. Exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaat-politici om u te vertellen wie ze zijn. Ik ben Manuela van Werthe. Ik ben 55 jaar. Ik woon in Antwerpen. Ik ben getrouwd. Ik heb twee zonen. Een van 22 en een van 26. Ik sta in de provincie Antwerpen op de zesde plaats voor het Vlaams parlement voor de N-VA. U kent mij hopelijk, waarschijnlijk, misschien van het scherm of anders heb ik u de afgelopen twee jaar wakker gemaakt via de radiozender Clara. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik had niet de bedoeling om in de politiek te gaan. Absoluut niet. Ik had een heel leuke job, dus... Heel concreet, wij praten heel veel over politiek thuis. Ik met mijn man, met mijn zonen. Ik was heel erg geïnteresseerd, ik volgde het ook. En op een gegeven moment stond er in de krant, N-VA zoekt vrouwen. Ik stemde al voor N-VA. Wij praten altijd over N-VA en over de politiek van N-VA. En toen... Dat berichtje, daar heb ik toch eventjes over nagedacht en mijn man zei, kijk, we hebben het er altijd over. We zijn er altijd mee bezig. Waarom zou je de stap niet zetten? En ik dacht, ja, wat kan ik betekenen? Ik heb toen een heel kort mailtje gestuurd naar iemand van de N-VA en ik heb gevraagd van, ja, welk profiel moeten die vrouwen hebben die u zoekt? En ze hebben mij onmiddellijk geantwoord. Twee dagen later zat Lisbeth Homans bij mij thuis. Die heeft een paar uur met mij gepraat. En die zei, ja, kijk, voor ons kun je iets betekenen op cultureel gebied. Want daar ben je tenslotte al 30 jaar in bezig. En dan heb ik toch nog 3 maanden erover nagedacht voor ik uiteindelijk heb toegezegd. Dus dat is heel concreet hoe dat ik de stap gezet heb. Waarom? Omdat er al, ja, al een hele tijd zo was ik verontwaardigd over de gang van zaken. Ik was boos. En dan een minderheidsregering aan Vlaamse kant, dat was voor mij echt de druppel. Ik dacht... Dit kan niet. Dit kun je kiezers niet aandoen. Dit is niet meer correct. Je kiezers gewoon zo aan de kant zetten. En ja, ik had ook zo het gevoel van, dat is misschien een heel raar beeld, maar kijk, nu gaan jullie aan Vlaamse kant met z'n allen netjes en gedwee en braaf op een rijtje liggen op de grond. En dan kan de pletwals erover. Dat is zo'n beeld wat mij altijd is bijgebleven. Ik zeg het, die minderheidsregering, dat is voor mij onaanvaardbaar. Dus die woede, die heb ik nog steeds, die verontwaardiging, die boosheid. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik denk dat iedereen van N-VA wel zal zeggen, ja, het grote politieke voorbeeld is natuurlijk Bart De Wever. Wat die man op zich een tiental jaren heeft gerealiseerd, is fenomenaal. Transparantie, de helderheid waar hij voor staat en de partij voor staat, die heeft hij vanaf dag 1 voor mij belichaamd. Dus Bart De Wever alleszins. Misschien als ik verder terug ga in de tijd, mijn vader. Mijn vader was voor de Volksunie en was een hele beminnelijke, lieve, zachtaardige man met veel humor. Maar die wel zoiets had van, nee, die wel een groot rechtvaardigheidsgevoel had en die ook met de Vlaamse zaak heel begaan was. Die mij, toen ik heel klein was, naar de cursus dictie en voordracht stuurde en ook naar notenleer. Jammer genoeg heb ik notenleer niet volgehouden. Ik heb nog tot op de dag van vandaag nog altijd spijt van. Maar die heeft eigenlijk de bal een beetje naar het rollen gebracht. Hij heeft mij nooit beïnvloed. Hij heeft nooit zijn mening opgedrongen. Hij was iemand die altijd iedereen in zijn waarde liet en altijd iedereen zijn mening liet. Maar ja, als persoon, als mens, is hij een voorbeeld voor mij, ja. Wat zijn uw politieke interessegebieden? Onderwijs, alleszins. Ik ben heel begaan ook met het sociale, met armoe. Dat bij iedereen op nummer 1 staat, blijkt uit peilingen.
Maar het communautaire, uiteraard, anders zou ik niet voor N-VA kiezen. Maar ik denk dat, ja, mijn grote interesse toch cultuur is. Ik denk dat ik daar ook vanuit mijn ervaring het meest voor kan betekenen. Laat mij geen wegen en bruggen bouwen, want daar heb ik geen kaas van gegeten. Dus ik denk cultuur, daar zit ik al 30 jaar in. Ik heb radio gedaan, televisie, ik heb teksten geschreven, ik heb reportages gemaakt. Ik heb presentaties gedaan, dus ik denk dat ik daar het... Ik denk dat dat ook een beetje de visie is van de N-VA. Je zet mensen in waar ze op de gebieden waar ze het best in zijn. Wat hoopt u te bereiken na 25 mei? In de eerste plaats hoop ik dat N-VA cultuur zal kunnen claimen. Dat hoop ik echt, dat is de DNA. Het DNA van N-VA, dat is wie wij zijn, dat is onze cultuur, dat is Vlaanderen. In de tweede plaats hoop ik, we hebben een uitgebreid cultuurprogramma, dat we daar toch zeker een aantal dingen van kunnen verwezenlijken. Het zal niet makkelijk zijn. De cultuursector is sowieso niet makkelijk, dat heb ik al begrepen. Die hebben zoiets van... Ja, die zijn heel wantrouwig ten opzichte van N-VA. Ze zijn sowieso bang dat er nog meer geld, dat er nog grotere besparingen zullen komen. Nu, we moeten daar heel realistisch in zijn. Er zal niet meer geld komen. Dat kunnen misschien bepaalde partijen wel beloven, maar sorry, de realiteit is heel anders. Ik kan alleen maar zeggen dat we het echt heel goed menen, dat we echt begaan zijn met cultuur. Ik had een heel leuke job, ik had heel leuk werk. Ik ben niet in de politiek gestapt om dan de culturele sector in de vernieling te rijden. Dat wil ik toch zeker eventjes heel scherp stellen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wat mij het allermeeste stoort is denk ik dat mensen niet meer luisteren naar elkaar. En dat het zo een politiek van one-liners is geworden, dat stoort mij enorm. Wat mij ook een beetje stoort, maar stoort is een slecht woord, want je kunt het de mensen niet kwalijk nemen, is dat mensen geen zin meer hebben om het te volgen. Het is allemaal zo gecompliceerd geworden. Dus dat mensen gaan stemmen en emotioneel stemmen. Wat natuurlijk mag, hè. Dat is ieder zijn recht, hè. Maar ik vind, de feiten zijn de feiten en die moet je toch kennen voordat je daar een paar bolletjes zwart maakt. En daarom denk ik ook dat het structureel moet veranderen. Dat is echt mijn grootste motivatie om voor N-VA te kiezen. Het moet structureel veranderen, zodat de politiek ook dichter bij de mensen staat. Dat ze het gevoel hebben van, we begrijpen het, dat ze het begrijpen, dat ze dan ook beter kunnen kiezen, beter, heel duidelijk hun stem kunnen uitbrengen. Welke quote hebt u gekozen? Het is een quote van Winston Churchill. Enfin, hij wordt toch aan hem toegeschreven, want er wordt veel aan die man toegeschreven. En hij gaat als volgt. If you have 10.000 regulations, you destroy all respect for the law. En... ik vind dat nu heel toepasselijk, omdat die zesde staatshervorming eraan komt en omdat die nog eens 1000 pagina's meer meebrengt. 1000 pagina's met behalve, met uitzondering, met maar, met... en ik denk dat het gewoon te veel wordt voor de mensen. Ze zien door de bomen het bos niet meer. Peter de Rover heeft ooit in een column geschreven, waarom hebben mensen geen interesse meer in politiek? Omdat het allemaal zo verschrikkelijk gecompliceerd is geworden. Omdat het echt, ja, het land is echt... absurdistan aan het worden. En ik heb dat ook gemerkt. Ik ben met vriendinnen, heb ik een citytrip gemaakt. En we hebben natuurlijk gepraat over politiek. Ze hadden allemaal de stemtest gedaan en ze kwamen allemaal uit op groen. En ik heb daar met hen echt over gediscussieerd. Ik zeg, ja, dat zijn emotionele stemmen. Ik ben ook een hele groene madame, maar kijk naar de feiten. Maar dan, wat vooral van die gesprekken mij is bijgebleven, is dat ze het verschrikkelijk gecompliceerd vinden. Ja, maar waarom is dan dit? Ja, maar hoe komt het dat we daar niet op kunnen stemmen? Ja, maar wat hoe komt dan... Ja, het was echt moeilijk voor hen. En daarom denk ik van... nee, N-VA wil dat het eenvoudiger wordt, dat het twee gemeenschappen zijn die samen nog beslissen wat ze samen gaan doen, maar die een andere visie hebben op veel andere gebieden. En dan denk ik, ja, laat het ons dan alle twee, laat ons dan een beleid op maat maken. Een beleid op maat voor Vlaanderen, een beleid op maat voor Wallonië.
In een goed huwelijk kan een man toch zeggen van ja, ik wil vanavond naar theater gaan. En een vrouw zegt van ja, ik heb meer zin om naar de opera te gaan. Goed, dan doe je dat. Ik denk dat confederalisme, want dat is het uiteindelijk wat N-VA wil, dat dat zelfs de beste garantie is om België een toekomst te geven. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Het voorwerp dat ik meegebracht heb, zal ik proberen om te tonen. Het is een schilderij. Ik heb het al 30 jaar. Er hoort een verhaal bij. Ik ben eind jaren 80 afgestudeerd als actrice aan Studio Herman Teirlinck. Daarna ben ik onmiddellijk aan de slag gegaan bij een theater in Antwerpen. Dat eerste seizoen heb ik ongeveer 400 voorstellingen gespeeld. Dat was gigantisch. Wij speelden 's ochtends ergens in een cultureel centrum in het land een kindervoorstelling. 'S namiddags speelden we nog eens die kindervoorstelling. Dan kropen we allemaal samen in een busje. En dan gingen we naar Antwerpen en 's avonds speelden we daar een voorstelling voor volwassenen. Ik heb daar heel veel métier door gekregen, dus het vak geleerd. Maar ik had wel zoiets na dat jaar zo van, oh, is het dit wel wat ik wil? Wil ik dit voor de rest van mijn leven doen? En ik dacht van, ik wil daar toch eventjes over nadenken. En ik dacht, ik wil een beetje gas terugnemen. Ik heb dan ook heel bewust dat contract niet meer verlengd. Ik ben een beetje gaan freelancen. Rond diezelfde tijd heeft een vriend van mij een kunstgalerie opgestart. En ja, alles is moeilijk in het begin. En hij had iemand nodig om die galerie schoon te maken. En ik zei, ja, waarom niet? Ik wil je gerust helpen. Dus ik ben in die galerie gaan werken, gaan schoonmaken, echt. En dat was een heel andere wereld. Ik vond dat boeiend. Ik zag hoe tentoonstellingen opgebouwd werden. Ik ontmoette kunstenaars en ik hielp mee op de recepties. Het was een totaal andere wereld. En ik dacht op een gegeven moment, ik wil ook een kunstwerk kopen. En ik heb dus dit kunstwerk gekocht, maar ik was een beginnende actrice, dus ik had geen geld. Dat zei die vriend van mij, die zei, ja kijk, dan kom je er een aantal keren voor schoonmaken. Dus ik heb hiervoor x aantal keren de galerie schoongemaakt. Ik heb het dan opgehangen. En wat ik heel mooi vond, een vriendin van mij kwam langs met haar nichtje van 4-5 jaar. En dat kind, het ging voor het schilderij staan en zei, ze hebben wel lelijk buiten de lijntjes gekleurd. En ik vond dat echt zo'n mooie uitspraak. Want uiteindelijk, dat is wat kunst van mij ook om gaat. Buiten de lijntjes kleuren. Mensen ja, wakker maken, emoties losweken, boede, schoonheid aanbieden. Ja, ik vond het heel mooi en daarom is dit mij ook heel dierbaar. Het staat al 30 jaar bij mij op de grond. Ik weet niet of ik het nu nog zou aankopen, weet ik niet. Maar ik vond het toen ook wel heel leuk omdat ik, ja, het had zoiets gedurfd, zo van bets, een hoop vlekken. Dat vond ik wel, ja, het lef dat erachter zat. Ik ben er nog steeds heel blij mee.